Ik heb ook wel mijn twijfels, moet ik eerlijk zeggen, bij de intellectuele denkkracht van de Nederlandse bank op dit punt. Dus ik ben eigenlijk bang dat ze te veel gewoon strikt op de regeltjes gelet hebben. Nou, de regeltjes waren kennelijk, daar was ze kennelijk aan voldaan. En te weinig gelet hebben op, ja, op de analyse van het hier zich vestigen door die bank, hè, wat dat nou precies betekende. De commissie beveelt daarom in het bijzonder het navolgende aan. Nutsbankactiviteiten en zakenbankactiviteiten binnen één bank moeten van elkaar gescheiden worden. Ja, nou, dat is in ieder geval een goede aanbeveling. Ik vind het wel een van de weinige goede aanbevelingen, moet ik zeggen. Kijk, het grote probleem, zoals we dat meegemaakt hebben tijdens de kredietcrisis, is natuurlijk dat gewoon banken te groot zijn geworden. En banken zijn te groot, zodat ze uiteindelijk ook niet om kunnen vallen. Want als banken omvallen, dan valt verder een heel groot deel van de economie ook om. Dat is dus het basisprobleem. Dat basisprobleem dat wordt in het rapport van de commissie De Wit in ieder geval niet opgelost. Het probleem met de commissie De Wit is dan dat ze zeggen wel dat het gesplitst moet worden, maar ze zeggen niet hoe dat dan moet. Dus als je de banken gewoon laat bestaan zoals ze bestaan, maar dan gescheiden, de nutsbankdeel en het zakenbankdeel, dan heb je nog niet voorkomen dat ze toch op een of andere manier via allerlei slinkse methoden door elkaar gaan lopen. En dat zou ik toch eigenlijk wel beveiligd willen zien. Ik zou er zelf voor zijn, hè, niet eens uit sentimentaliteitsoverweging, maar gewoon omdat ik dat eigenlijk toch een hele gezonde manier vind. Om gewoon weer ouderwetse nutsbanken te hebben waar mensen hun spaargeld brengen en gewoon een vast percentage rente krijgen en weten dat ze geen risico lopen. En laat die zakenbanken dan maar apart inderdaad hun zaakjes doen. Maar laat ze ook niet te groot worden, want dan hou je natuurlijk nog het grote probleem van het feit dat ze. Dat ze niet ongestraft om kunnen vallen. Ja, dus we moeten voorkomen dat die grote banken, eigenlijk moeten voorkomen dat ze groot worden. Het toezicht moet versterkt worden op Europees niveau. Eén krachtige Europese toezichthouder is daarvoor onontbeerlijk. Ik denk niet dat er in Europa korte termijn omvang toezicht komt. En eigenlijk de belangrijkste reden daarvoor is dat eenvoudigweg de landen in Europa, en dan heb ik het eigenlijk met name over de grote landen, Frankrijk en Duitsland, die wilden hun autonomie, hun zeggingskracht in belangrijke besluiten eenvoudigweg niet opgeven. Je ziet het nu met de centrale banken. De centrale bank is eigenlijk onder invloed van Duitsland en Frankrijk overgaan tot het aankopen van staatsobligaties bij banken. Van Griekse origine uiteraard, dus laten we zeggen de vergiftigde obligaties. Dat was natuurlijk nooit de bedoeling geweest dat de centrale bank dat zou doen. Je ziet het bij het stabiliteitspact bijvoorbeeld, als ik dat er even bij mag halen. Bij het stabiliteitspact zie je dat Frankrijk en Duitsland gewoon een hele grote vinger in de pap willen blijven houden bij de uitvoering van het pact. Dat betekent dat er dus nooit een onafhankelijk toezicht komt. Ook niet dus op landen. Dus dat met Griekenland fout is gegaan bijvoorbeeld. Ja, dat lag zo voor de hand. Omdat Griekenland al wist dat er is toch geen instantie die ze op de vingers zal tikken uiteindelijk. Dus ze konden gewoon doorgaan met hun slechte begrotingsbeleid. En dan de restanten of de slechte resultaten van hun beleid kon ze eenvoudiger bij de andere broertjes in Europa neerleggen. De aansprakelijkheid van de Nederlandse toezichthouders moet worden beperkt, waarbij aansluiting moet worden gezocht bij wat op Europees niveau gebruikelijk is. Ja, dat lijkt mij echt een hele zinvolle aanbeveling inderdaad. Dus dan zou de Nederlandse bank bijvoorbeeld, die zou in het geval van, neem even IJsselsafe, dat is een van de meest opvallende zaken, had dan in dat geval inderdaad een soort waarschuwing kunnen doen uitgaan naar de Nederlandse spaarders van bedenk wel, als je je spaargeld daar belegt, dat er een heel groot risico is dat die bank omvalt. Ik vraag me overigens direct af, zeg ik direct wel bij, of de Nederlandse bank dat inderdaad gedaan zou hebben, want naar mijn idee heeft de Nederlandse bank veel te weinig aandacht besteed aan wat dat nou betekent als zo'n grote bank in IJsland, in zo'n klein land, IJsland, een paar honderdduizend inwoners, met banken die wel 10 keer het nationaal inkomen op hun balans hebben staan, wat dat nou betekent voor de stabiliteit van die banken. Ik heb tenminste niet gezien dat de Nederlandse bank daar enig onderzoek naar gedaan heeft. Dus of ze dan inderdaad de Nederlandse bank een waarschuwing had doen uitgaan, ik betwijfel het. Dus ik heb ook wel mijn twijfels, moet ik eerlijk zeggen, bij de intellectuele denkkracht van de Nederlandse bank op dit punt. Dus ik ben eigenlijk bang dat ze te veel gewoon strikt op de regeltjes gelet hebben. Nou, de regeltjes waren kennelijk, daar was kennelijk aan voldaan. En te weinig gelet hebben op de analyse van het hier zich vestigen door die bank, hè, wat dat nou precies betekende.